Expeditie Oost. Expeditie Oost is een manier van verslaggeving dat we op pad worden gestuurd door tips. En ik heb een tip gekregen van collega Dorothy. Nou, Dorothy, bedankt. Niets gelogen. Ik moest op bezoek bij Michiel van Hagen. Je hebt een studio. Dag. Leuk. Waar ben ik in beland? Ja, dat vraag ik mezelf eigenlijk ook wel mee. Ik zie echt zoveel muziekinstrumenten om me heen. Ja. Ja, we hebben een recording studio gebouwd. Zeg maar met onze hart en ziel. Het verstand hobbelt het een beetje achteraan. Erg uit de hand gelopen. We hebben een analoge studio gebouwd. Zeg maar waar de gear, zoals het heet, de instrumenten en ook de apparatuur. Zowel analoog als een hybride een beetje digitaal zijn. Dus van beide werelden het beste. Ja, wat terug in de tijd. Ja. Vanwege de kwaliteit. Ik zeg nooit dat het beter is, het is anders. Het is allemaal net het gouden randje. Het heeft meer ziel in feite. Dit soort instrumenten ten opzichte van veel dingen die hier tegenwoordig gemaakt worden. Wijs me je mooiste exemplaar wat betreft gitaar aan. Dat is moeilijk. Welke zou jij nooit, nooit, nooit en ze nemen weg doen? Eén. Eén, welke ik nooit zou wegdoen? Nee, daar overval je me eigenlijk een beetje mee. Ik hou ervan. Eens even kijken, dan gaat de heb zich natuurlijk even... Nou, ik vind dit bijvoorbeeld wel een hele bijzondere Gibson-gitaar. Maar hier hebben wij bijvoorbeeld een van de allereerste elektrische gitaren... die commercieel in 1935 is uitgebracht. Een prachtige Epiphone. Ja, is zoveel. Het is te veel om op te noemen. En jouw meest bijzondere versterker? Ja, versterkers toch wel een beetje ook wel dit groepje. Zeg maar, als je dit zijn Fender Deluxe, Vibro King uit 1949 en 51. De Stones, Eric Clapton en de grootheden die in studio's nemen daar nog mee op. Bonamassa, bij wijze van spreken, gebruikt het nog live. Dit is net anders. Een klein gouden randje geeft het weer mee. En mocht u dan nu zien naar deze beelden. Michiel is een gitarenman. Dan heb je het mis. Jee, man. Dit is dan weer een... Onvoorstelbaar. Afdeling voor electric piano's. Dus nog weer een... Dus daar hebben we de guitar room. Je kunt dus, als je bij ons opneemt, in de guitar room opnemen. Maar je kunt ook de versterker laten staan. En hier in de live room. Hoe kom je hier aan? Waar haal je dit vandaan? Wat is dit? Dit is een Woolies uit 1955, waar Ray Charles zijn beroemde hits op heeft gemaakt destijds. Fender Rhodes 88 met, het is allemaal Hammond orgeltjes, honers. Ik zeg wel, hier heb je bijvoorbeeld een... Maar het mooiste van, ik heb echt totaal geen verstand hiervan. Ja. Maar als je deze bijvoorbeeld aanzet, dan hoor ik de muziek... Als je dit bijvoorbeeld hoort... Maar wat spontaan, dit is niet super tramp, maar je herkent het wel, hè? En dan gaan we hier de... En dit is hem dan, maar dan... De live room. Zitten we er echt in. Het is een beetje een rommeltje, want morgen hebben we een band die je eigen werk. Dus overal staan allemaal microfoons. Als mensen komen opnemen, dan gaan we ook ons netjes voorbereiden om tijd... Dus we krijgen een setlist wat ze gaan opnemen. Drums, zangs, gitaren, alles. Dan zetten we eigenlijk alles al een beetje klaar. Wat is jouw meest favoriete periode? Ja, toch ook wel dat Pink Floyd, die Purple-achtige. Toch wel de jaren, eind jaren 60, 70, weet je wel. Een beetje de psychedelische rock, een beetje de fatalische... Je bent een duizendpoot. Best wel stuiterig, zeg maar. Ja, nogal. Als je... Ja. Nu had geleefd, dan had je misschien wel de stempel ADHD gehad. Ja, dat denk ik wel, ja. Wat voel jij als jij hier in deze studio staat? Ja, ik wil het gewoon delen met de buitenwereld. Gewoon, nogmaals, ik val in de herhaling, maar ik wil het gewoon echt facilitair ter beschikking stellen. Dat je mooie maar dingen... Maar is dit echt jouw ding? Ja, het is wel echt mijn ding, hoor. Ik word hier wel heel gelukkig. Het geeft me wel balans in mijn leven, zeg maar. Wat we hier aan het doen zijn. Het is hier heel rustig. Ja, hier hoor je helemaal niks, nee. Maar word jij hier dan ook rustig? Ja, hier word ik ook rustig. Ik zeg al, ik werk best veel, 6-7 dagen in de week, altijd druk. Maar dit hier, mijn accu is binnen 5-10 minuten opgeladen hier. Dat is, en vooral als hier muzikanten ook komen. Ja, het is gewoon zo mooi als mensen er ook gebruik van maken. We hebben hier, ik zeg al, de hoogte is heel uniek. We hebben hier eigenlijk qua sound speciaal voor drum gemaakt ook. We hebben een heel organische
prachtige, levendige ruimte. Wij gaan terugkomen wanneer hier muziek gemaakt wordt. Ja. Dank voor de rondleiding. Graag gedaan. Fijn dat we het mochten zien. En hartstikke mochten leuk. Proeven. Meer dan van harte welkom. En horen. Ik kan nog een halve terug. Dag hierover verder gaan. Ja, maar dit was een afronding, Michiel. Ja. Is goed. Dus dan, leuk. Daarna is het dan ook goed. Ja, ja? Lief. Dank je wel. Graag gedaan. Van harte welkom. Koffie. Expeditie Oost.